De Lieve werd al in de 13e eeuw aangelegd om Gent te verbinden met de zee en is een beschermd monument. In 2007 werd ze in Wondelgem voor het laatst gebaggerd. Uit voorzorg tegen wateroverlast moet dit nu opnieuw gebeuren. Stad Gent wil de werken vanaf de oever uitvoeren. De buurt vreest enorme schade en wil dat het vanop het water gebeurt. In totaal gaat het hier toch over 1000 kubieke meter slip. Dat is aanzienlijk en die oevers die zijn daar echt niet voor gemaakt. Die gaan inzakken, we hebben dat in 2007 ook gezien. Ze gaan depaneuses moeten laten komen om die kranen uit het water te halen. Dat gaat allemaal veel meer geld kosten dan nu. Volgens de stad is het dan weer te moeilijk en te duur om van op het water te baggeren. Wettelijk heeft de stad het recht om 5 meter oever te gebruiken voor de werken. De omwonenden hebben zich daartegen verzet, maar een vrederechter gaf hen ongelijk. De stad deed een toegeving en zou maar 3 meter nodig hebben. Deze paaltjes maken de zone zichtbaar. De Haag zal weg moeten. In de zone staan ook heel wat bomen. We willen die natuurlijk heel graag bewaren. En daarvoor moeten we eventjes buiten die 3 meter kunnen passeren. We moeten daar buiten die 3 meter geen werken doen, maar even kunnen passeren. En wij vragen aan de bewoners dat wij die... Dat wij daar mogen eventjes buiten de 3 meter gaan, zodat we de bomen, die zij ook zo belangrijk vinden, dat we die kunnen bewaren. De buurt houdt voet bij stuk en wil niemand laten passeren. De werken zullen volgens hen het stukje erfgoed zwaar beschadigen. De werken zouden ook volledig ondoordacht zijn. Er staan 1, 2, 3, 4, 5 bomen en er staat hier verdeelkasten van de gasaansluiting, van de elektriciteitsaansluiting van het appartementsgebouw hier. Dus om hier door te gaan, moeten die kasten weg. Dan moeten die mensen hier gedurende weken zonder stroom staan. Er staat zelfs nu een nieuwe lantaarnpaal in die 3 meter zone. Als de omwonenden geen ruimte laten om rond de bomen te passeren, kan de stad kapvergunningen aanvragen. Als ze de toegang tot de Lieve bovendien blijven verhinderen, hangt hen een dwangsom van 10.000 euro boven het hoofd.